Nou, ik ga gewoon maar lekker meteen beginnen. Gezondheid. Want ik heb een vol programma. Ik denk dat ik wel even bezig ben. Ik had een aantal. Ik had gevraagd aan jullie van: goh, wat vinden jullie leuk om te zien? En toen kwamen er al heel veel van technieken en ook enkele kaartmodellen. En toen dacht ik, weet je, ik ga een mix van alles doen. Ik ga gewoon wat verschillende dingen laten zien en hoop dat jullie dat leuk vinden. En dan wilde ik als eerst nog eventjes laten zien. Ik heb bij de berichten bovenin heb ik ook het kopje nieuw weer gelinkt. En daar staan onder andere deze bij. En die heb ik er net meegenomen uit de winkel. En er zijn vier nieuwe setjes met van die schutstikjes. Ik heb nog niet open gehad. Dus dat ga ik nu even open zitten friemelen. Maar die zijn zo leuk. Er zit er eentje, dat heet iets met crafty nog iets. En daar zitten hele kleine mini schaartjes zitten erbij. En deze vond ik dus helemaal leuk. Want die zitten dus... Sowieso vind ik de kleurtjes leuk. Dat zwart, wit en rood. Maar daar zitten dus hele kleine mini... Even er tussenuit te vissen. Mini envelopjes zitten erin. Ik weet niet of die zo zichtbaar is. En dat is echt helemaal geweldig bij die nieuwe serie van Carlijn Design. Met de leuke post. Dus ik dacht, dat wil ik toch eventjes laten zien. Zeker voor de fans van shakerkaarten. Alleen een shakerkaart maken, ja, dat zit er vanavond niet in. Want daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik heb veel te veel andere dingen te laten zien. Er kwam onder andere voorbij. Er werd gevraagd naar mijn haaienkaart. En er werd gevraagd om een kaart met beweging. En toen dacht ik, oh weet je, ik ga daar een combinatie van maken. Want ik heb bijvoorbeeld hier heb ik een kaart gemaakt waar beweging in zit. En waar je dus eigenlijk niet ziet hoe dat die vast zit. Die techniek heb ik al een keertje eerder laten zien, maar dat is alweer bijna 2 jaar geleden. En ik was hem zelf eigenlijk een beetje vergeten. Ik heb ook even mijn filmpje terug zitten kijken hoe deed ik dat ook weer. Dus ik dacht, hé, misschien hebben jullie dat ook en vinden jullie het dan ook wel weer leuk om nog een keertje te zien. En er waren vorige week waren er nog een aantal setjes binnengekomen van de Mica steen. En dat is nu echt op is op. Er zijn nog 10 setjes zijn ervan. En ik vind ze dus helemaal geweldig. Dus ik dacht, weet je, ik ga daar vanavond ook mijn kaart mee maken. Omdat ik ook mijn haaienkaart met deze gemaakt had. Dus ik dacht, nou, dat is leuk. En dan de kleur die hier zit, een beetje geel-groenig. Dat is de Holy Branch van die serie. Dan, ik weet niet, ja, hier kun je vooral heel mooi de Mica zien zitten. De rest dat, ja, hier zit een beetje. Maar het zit echt wel over die hele achtergrond heen. Dus mocht jij ook zo daarvan houden en had je nog misgegrepen, wees er dan snel bij, want er waren nog maar 10 setjes, zag ik net. Ik heb ze gelinkt. Even kijken. Dus, nou, dan ging ik om te beginnen mijn achtergrondjes maken. En die maak ik graag op het Florence watercolorpapier. Ik heb hier A5. Want dat is groter dan wat ik nodig heb. En dat vind ik altijd fijn, want dan kan ik daarna kan ik hetgene wat ik wil gaan gebruiken, kan ik dus kleiner uitsnijden. Dus ik pak 2 vellen A5 vast. En dan wil ik een wat donkere en een wat lichtere achtergrond. En dat had ik op mijn haaienkaart ook gedaan. Daarvoor heb ik gewoon wat mica op mijn mat gespoten. Vandaar ook deze keer geheel tegen mijn gewoontes in op mijn glazen mat. Want ik vind dat altijd heel vervelend tijdens een live. Ik doe daar een beetje water bij. En dan leg ik mijn papier daarin. Even kijken dat het een beetje... Ik hoop dat ik wel zo een vierkant eruit kan halen zo. En dat doop ik er gewoon in. En dan denk ik, ah, dat is wel heel erg licht. Misschien toch een beetje te veel water erbij gedaan. Hoewel die wel echt super mooi is. Je ziet ook de mica's hier alweer overheen bewegen. Dus ik ga hem even nog een keertje indopen. Zo wordt hij alweer wat donkerder. Die leg ik even neer. Dan had ik klaargelegd mijn Prize Ribbon Spray. En dat ga ik er een beetje doorheen zitten bewegen. En dat doe ik meestal met mijn vinger. Maar dat ga ik nu niet doen. Want dan heb ik echt direct een hele gekleurde vinger in de rest van de avond. Dus ik ga nu even kijken of dat ook zo een beetje werkt. Dus ik heb nu gewoon mijn normale... Distress spraysteen,
de Price Ribbon heb ik over die mica heen gegooid. En dan gaat dat lekker een beetje met elkaar mixen. Nog een beetje water erbij, dat die lekker vloeibaar is. En dan doop ik dat erin. En dan kom ik erachter dat ik iets had getekend op die achtergrond of gestempeld. Dus ik pak even een andere. Want die golven, dat vind ik dus niet leuk om straks terug te zien. Eén momentje. Een beetje over mijn blad verdelen. Zou er nog genoeg zijn? Ik tel toch. En anders sprayen we er nog weer bij en dan doen we het nog een keertje. Zo, nee. Niet nat genoeg meer. Dus ik spuit gewoon weer lekker nog een beetje van alles eroverheen. Hoppatee. En dan duw ik hem er nog weer een keertje in. Ja. Kom. En nu heb ik dus een veel donkerder resultaat. Maar ik heb nog steeds die mica erin zitten. En dat gaan we een beetje droog blazen. Dan heb ik nog heel veel hier liggen, dus daar haal ik gewoon nog wat doorheen. Gedroogd. En dan vond ik het wel leuk om te laten zien hoe ik dit dus heb gedaan. En dat is door mijn papier erin te dopen. Maar deze kant hou ik omhoog. Daardoor krijg je dus dit effect. Nou is die hier niet helemaal blauw. Dus dan doen we dat er nog eventjes een beetje bij. En zo krijg je dus zo'n aparte zijkant. En dat is weer heel erg leuk om bijvoorbeeld hier tekstjes langs te stempelen. Of gewoon op de achtergrond houden. Dus hier heb ik ook weer een achtergrondje waar ik heel makkelijk een kaart mee kan maken. Zo. Ja, ik vind deze eigenlijk toch te licht nu. Toch niet leuk zo. Dus ik hou het met mijn donkere kleurtje. En dan gaat weer wat nieuw mica overheen. Beetje water erbij. Dan hopen dat hij lichter wordt als mijn andere. Anders schiet het nog niet op. Zo, en dit geeft echt een heel grappig effect. Ja, hij is wel lichter dan de andere. Dus zo mag hij. Nou, dat droog ik met de heat tool. Nou, je kan er dan zo vaak in dopen als je wil, uiteraard. Er ligt nog best wel wat, dus ik denk dat ik dat gewoon eventjes nog weer op een kaartje doe. En dan haal ik de rest gewoon weg. Ja, ik heb twee verschillende kleuren blauw nu. En dat was wat ik wilde. Maar als het te lang duurt voordat het droog is, dep ik het even weg. Dit was mijn donkere. Die randjes die ga ik er straks toch afknippen, dus dan kan ik net zo goed
dat wegdeppen. Kunnen jullie de mica goed zien? Die glans die erin zit. Dat is echt een tof effect. Even kijken. Ik ging nog even weer een kleine pakken. Jullie weten het. Ik hou wel van blauw. En blauwe achtergronden. Dus daar kan ik er nooit genoeg van in voorraad hebben. Zo licht is een heel mooi als voor achtergrond, achter pinguïns, als ijs. Ik word er wel blij van. Beetje saai om te zien misschien. Nog een keertje. Kijk of dit ook leuk is. Dat is leuk als je het nog natter hebt. Een beetje lukt zo. Nou, dat vind ik ook wel een leuk effect. Ik kan het uiteraard ook gewoon als spray gebruiken direct op een achtergrond. Hè. Ik ben er eigenlijk vooral mee bezig geweest om het op mijn mat te sprayen en dan dit soort achtergronden te maken. Maar ik kan er zoveel meer mee met die sprays. Deze leg ik opzij. Dat gaat straks wel verder drogen, want die ga ik toch nu niet gebruiken. En dan helaas pindakaas, maar de rest gaat dus weg. En zo maak ik dus heel vaak een voorraadje van achtergronden. En als ik dan dus heel snel een kaartje wil maken, soms heb ik dat, dan denk ik zo. Even gaan we snel een kaartje maken. Dan kan ik dus zo teruggrijpen op allemaal achtergrondjes die ik in een mandje naast me heb staan. En dan heb ik zo een kaartje in elkaar. Zo. Dat is opgeruimd. Dan ga ik deze op maat snijden. En mijn kaartje die was 13,5 bij 13,5. Heb ik een basis gemaakt, dus ik ga deze op 13 centimeter maken. Ik vind het eerste randje vind ik meestal niet zo heel mooi. Dus daar haal ik net een stukje vanaf. En dan hier een 13 centimeter. Kijk, en hij is nu wat krom. Nou heb ik ook erg gehaast gedroogd. Maar dat maakt niet uit, want als ik hem straks met tape vastplak, dan zit dat gewoon helemaal perfect vast. Zo, en dan heb ik hier dus een mooi stukje achtergrond over. En datzelfde doe ik ook met mijn donkerdere. Even kijken of dat ook lukt. Ja, die gaat ook lukken om 13 te komen. En dit kan ik ook nog weer gebruiken. Zo. Je hebt het begin gemist. Nou, ik heb alleen nog maar, ik ben aan het sprayen geweest met mica spray in combinatie met de spraysteen door elkaar. En het resultaat daarvan, dat zie je hier liggen. Dus het valt mee. Nou, dan heb ik hier mijn kaart. Even kijken, dit is mijn donkere
En dit is mijn lichtere. Hoewel het nog donkerder had gekund. Even kijken. Of wil ik hem toch kleiner? Nee, ik wil hem toch 12,5. Ik heb me bedacht. 12,5. Bij 12,5. Ja, de binnen weet ik nog niet. Dat is niet zo. Maakt niet zo uit. Dan heb ik vervolgens deze. Heb ik vastgelijnd. En dat ga ik nu weer doen. En dat doe ik met lekker veel tape. Dan hoop ik dat ik daar dadelijk geen spijt van krijg. Want ik bedenk me nu dat ik het vorige keer speciaal met lijm had gedaan. Omdat ik wil gaan scheuren. Maar dat gaan we zo zien. Even kijken. Dit vind ik mooi als onderkant. Ja. Zo, dan plak ik die op mijn kaart. Dan leg ik hem open en dan pak ik er een mesje bij. En met dat mesje snij ik eventjes een soort van kruis uit. Oh, hij kwam best netjes uit vandaag. En vervolgens scheur ik daar een soort van cirkel uit. Dat hoeft dus niet precies. Je kan het ook stans als je zegt van nou, ik wil het precies, want het moet echt een rondje zijn. Dan kun je het uiteraard ook stansen. Maar ik vond juist dat niet zo perfect wel heel erg leuk. Het is alleen even de vraag of ik hem nu nog hier zo weer gescheurd krijg. Dan kan ik hier nog ietsjes verder. Hier nog een klein beetje weg. Gelukkig is het goed te scheuren met die tape. Het is wel echt wel dik. Dus het scheuren is nog best wel even een dingetje, maar het lukt wel. En dan gaan we dus straks deze, als die hier achter zit, dan krijg je dus dit effect. Dan had ik dus bedacht. Ik heb mijn haai er niet bij gepakt. Waar is mijn haai? Eén momentje. Mijn haai. Hier. Dat is de haai van deze stempelset. De Looking Shark. Die wil ik hierin gaan hangen. En dan wil ik dus zorgen dat die gaat bewegen. Of kan bewegen. Zoals dit hertje ook kan. Dus dat ga ik nu doen. En dan pak ik daar eventjes mijn muntje bij. Ik heb 2 cent, maar je kunt ook 5 cent gebruiken. Maar ja, als je wel eens in Duitsland komt, dan krijg je van die fijne 1 en 2 centjes. En die gebruik ik verder nooit, dus die gebruik ik graag op kaarten. Ik ga deze toch ook iets kleiner maken. Vind ik toch wel mooier. Even kijken, dus dan gaan we 12,5. Zo. Hoppatee. Deze leg ik even zo hier neer. En dan ga ik even kijken. Ik wil aan de bovenkant van mijn stempel wil ik een gat maken in mijn achterkant. Dus ik kijk even hoe komt mijn stempeltje. Wel zorgen dat je achterkant licht zoals je hem wil hebben, want anders dan schiet het nog niet op. Zo, dus ik wil nu ongeveer hier wil ik een gaatje maken. Dus die heb ik nu even gemerkt. En daar maak ik een gat in. Nou, als je hem laat springen krijg je een lelijk gat, maar dat maakt niet uit. Want er is niemand die dat straks ziet.
Dan heb je nodig een stukje visdraad. Of ander draad. Ik heb zelf echt heel erg dun draad, wat altijd heel moeilijk is om te zien. Maar ja, ik heb er zoveel van dat ik maak dat toch wel graag eerst op. Maar je kan ook gewoon dikker draad gebruiken. Dus ik heb, nou kunnen jullie het zien? Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Oh ja, hieronder kan ik het zien. Nou ja, geloof mij, ik heb hier heel dun draad. Jo. Komt geen magie aan te pas. Ja, dan heb ik dus bij zijn ogen, weet ik dat ik daar mijn merktekentje had gemaakt. Dus dan leg ik daaronder mijn muntje vast. En dat doe ik met een stuk tape. Oh, ik doe daar meteen even mijn tapeje of mijn touwtje onder leggen. Zo. Dan zit mijn touwtje, zit meteen vast daar. En die munt die leg ik dus onder. Ja, ik weet niet of jullie dat ook kunnen zien, maar ik zie zijn ogen hier doorheen. Dus ik zorg dat ik onder die ogen lig. Dan pak ik mijn uiteindes van het visdraad en dat doe ik door mijn gaatje heen. Dan pak ik dat aan de achterkant, dan trek ik het strak en dan laat ik het een heel klein stukje los. En dan gaat hij dus bewegen. Oh, en toen trok ik weer aan mijn touwtje. Dus ik ga hem weer even opnieuw doen. Je trekt eraan. Een heel klein stukje losser. En dan leg je hem vast. Dan gaan we even kijken of dat het... Nou ja, het werkt in ieder geval wel. En of dat hij ook een beetje op de juiste hoogte nu zit. Ik vind het niet heel erg als hij... niet helemaal precies matcht. Maar kijk, hij kan toch niet helemaal in het begin. Of hij kan toch niet helemaal hier tussen wiebelen. Maar het is ook niet erg als hij dan pas wiebelt als die open is, zeg maar. Dus ik vind hem leuk zo. Nou, dan ben ik erg van het tapeje nog eraf halen. En dan nog weer een keertje mijn touwtje eroverheen. En nog weer een keertje eroverheen, waardoor die echt lekker goed vast zit. Nou, de rest zit verstopt, dus dat is helemaal prima. En dan kan de rest vast. Ja, ik zie al mensen binnenkomen naar de persconferentie. Ja, ik heb erover getwijfeld om wat later te beginnen. Maar toen dacht ik, ja, ik weet dat er straks ook weer andere lives komen. En ik vind het eigenlijk wel goed. Ik denk, jullie kunnen terugkijken. Dus het komt vast wel goed. Zo, en dan ga ik hem nu weer hier uitlijnen op mijn achtergrond. En dan zit hij vast en deze beweegt dus nog steeds. Mijn vorige kaart, die had ik met twee lagen gedaan. Dus, of aan de voorkant zeg maar twee lagen gedaan. Toen had ik eentje op de kaart zo gedaan. En daaromheen had ik er nog eentje gemaakt. Die had ik met 3D-tape erboven gelegd. Maar, en daar had ik ook 3 verschillende haaien gedaan. Maar ik dacht, ik maak nu een kleiner model. En dan met beweging erin is weer wat anders. Maar ik vond mijn idee van de tekst wel heel erg leuk. Met haai. Alleen wist ik nog niet helemaal hoe ik dat ging doen. Dus ik heb vast even wat verschillende letterstandjes bij elkaar gezocht. Die heb ik vast uitgestanst. Ik heb hier de chocoladeletters van Carlijn Design. Hi. Ik vond het leuk dat de tekst dan naar achter liep een beetje. En daar denk ik nu pas over na dat dat dan misschien niet past met die haai daar. Dus dat het misschien toch helemaal voorop komt. Even kijken. Deze letters zijn van Carlijn ook. Ik moet even kijken hoe die heet. Want we hebben verschillende. Even kijken hoor. Die eerste letters, dat zijn deze. De alfabet chocoladeletter. En dan heb je dus ook dat buitenrandje. Waardoor je die dus met een andere kleur kan gebruiken. Maar ik wil hem eigenlijk alleen wit vandaag. Dan was mijn tweede maat. Dat is deze.
Dat is die. Die is van het chocolade overbed. Dus die is net een maatje kleiner. En dan de laatste. Die is van het blijf kalm overbed. Ook weer van Carlijn. En daar hoort nog een i achter. Ik vond het wel leuk zo van hi. En dan een uitroepteken erachter. Hoewel die dan wel weer erg groot is bij al die letters, maar dat maakt niet uit. Ik had dus bedacht dat ik toch wat meer aardjes wilde. Dus we pakken de andere er even bij en dan gaan we kijken. Voor hetzelfde geld past het niet eens allemaal. Zo. Mijn idee was eigenlijk om dan de laatste letters op de achtergrond te doen. Maar mijn haai is te vullend op mijn achtergrond. Dat kan wel, maar dan moet ik deze iets groter maken. Wil ik dat? Nee, dat wil ik niet. Ik denk dat ik de tekst gewoon voorop hou. En dan een beetje. Nee, zo. Ik ga hem er rondomheen doen. Moet er nog een aardje bij? Ik vind hem eigenlijk net. Eigenlijk vind ik dat er een oneven aantal letters A moet zijn. Ik heb het gevoel dat dat beter past. Dat het leuker is. Ja. Hi. Ja, ik doe hem zo omheen draaien nu. Kijk, je kan het allemaal van tevoren bedenken en dan ga je het doen en dan wordt hij toch weer anders. Maar ik vind hem wel leuk zo. Wat denken jullie? Is die leuk zo? Ik neem ondertussen even een slokje thee voordat die koud is. Even kijken. Zijn die kleine plastic enveloppen ook te koop? Ja, zeker. Dit, volgens mij vind je ze via Folder Sis. En dan zijn dit denk ik de A7. Echt ideaal hoor. Die dingen. Ik vind ze helemaal geweldig. Zo. En mijn lijn. Dan ga ik andersom doen in de andere hand. Oké, dat moet je niet te enthousiast doen. Bij kleine dingen werkt dat wel, bij grote dus niet. Ik gebruik hem al. Zo. Nou, dat heb ik dus nog niet eerder gehad, dat mijn lijm gaat lopen. Ja, een beetje, maar toen had ik hem zelf op zijn kop gehad. Nee, die envelopjes die zijn echt heel erg fijn hoor. Zo, ik heb even de dop eraf gedraaid. Even kijken of dan als de druk eraf is, of die dan stopt. Of die dan wel gewoon zijn best doet. Kijk, dit is een normaal dingetje. Dus, mocht je dat hebben... Dat hij zo gaat lopen, eventjes opendraaien. En dan komt het goed. Toch even kijken, want ik vind het toch altijd handig. Met de dual picker.
Jo, nou, die wil vandaag niet. Wat ik wil. Maar goed. Als die er maar wel bij me... puntje gewoon doet. Even kijken. Ja, op zich is het echt hele fijne lijm. Ja, wat ik zeg, ik heb nu voor het eerst even dat die gaat lopen. Dat heb ik nog niet gehad. Dan moet ik zeggen, de mijn is wel bijna leeg. Tenminste, bijna leeg, relatief. Ik denk dat ik ongeveer hier zit. Ondertussen. Dus dat is wel een soort van bijna leeg, toch? Dan leggen we er even een blokje op, dat ik hem zo aan kan drukken. Alle letters goed aangedrukt. Zo, hi. En dan kan ik eventueel hier nog een klein ondertekstje doen. Vind ik ook leuk. Maar even kijken, die geloof ik voor nu. Die ga ik dan later toevoegen. Want ik wilde gewoon nog wat techniekjes en dingen laten zien. En ik had nog een leuk ideetje. Dus ik dacht, laat ik hem nu zo houden. Dus we hebben nu lekker die... kaart die echt gewoon heel goed uit zichzelf lekker kan wiebelen. En dat was gewoon deel 1 van wat ik wilde laten zien. En dan gaan we lekker door naar deel 2. En dan zal ik later nog wel kijken van nou welke tekst wil ik erbij. Want dat moet ik dan toch nog bedenken. Welk tekstje ik zou willen. Dus dan, daar gaat dan zoveel tijd in zitten. Ik ken mezelf. Dan kies ik er nu even voor om het voor nu zo te houden. En dan gaat deze opzij. Ik zal hem wel zo neerleggen dat ik hem straks nog weer even kan laten zien. Dan was ik dus aan de slag gegaan. Nou, ik heb alles dus gewoon netjes klaargelegd in van die zakjes. Ik vond mezelf geniaal. Alles lekker al uitgestampt en gedaan. Hier heb ik namelijk een aantal techniekjes op laten zien. En daar wilde ik nog wat bij maken. Ik maak elk jaar, maak ik eigenlijk voor alle kerstcadeautjes die ik geef, maak ik voor iedereen kersttags. Die 9 van de 10 keer helaas nog diezelfde dag in de prullenbak verdwijnen als het open is. Maar dat maakt niet uit, dan hebben ze toch al een paar dagen onder de boom gelegen. En dat vind ik dan toch leuk om te zien. Dus ik doe dat ook dit jaar weer. En nou ja, dit idee wilde ik nu gaan doen voor mijn andere dochter. Maar die moet aangepast worden, want die heet Marielle. En dat past dus niet zo, dus die moeten we dan net even anders gaan maken. Maar ik wilde dat idee wel gaan laten zien. En hier zit ook nog een hele leuke techniek in. Die weet ik niet of jullie dat kunnen zien. Ja, ik denk het wel. Als je goed kijkt, zie je de B, zie je die hier op liggen. En hier zit het er eigenlijk bijna in. Dit ligt er echt heel dun bovenop en het komt er aan de onderkant, kun je hier zo de teksten kun je voelen. En ik vind dit effect hiervan zo leuk. Bij deze was ik het vergeten, toen zat mijn gnoompje alvast en toen kon het niet meer. Dat ik dacht, hé, dit ga ik aan jullie laten zien, want ik vind dit echt heel erg leuk. Ik zie staan puntje op de i, maar inderdaad, daar is al gezegd, het is een hoofdletter, dus dan komt er geen puntje op. En ik zie de vraag staan. Ik heb vandaag de NIO bij jullie besteld. Zit daar een goede handleiding bij die ik kan begrijpen? Volgens mij wel. Maar je moet eigenlijk gewoon naar een site gaan. En daar staat de uitleg. En als je bij de Doering filmpjes kijkt. En dan daar op YouTube. En dan daar even kijkt naar de NIO. Ik heb daar ook een filmpje mee gemaakt. Dus waarschijnlijk staat die onder de afspeellijst van mij. Dus van Petra Meiboom. En... daar heb ik een filmpje gemaakt van de NIO en daar laat ik ook zien hoe je dus je stempel zelf kan gaan ontwerpen. En dat is echt niet heel erg moeilijk. Maar kijk zeker dat filmpje even. Anders zal ik, als je hem niet kan vinden, moet je stuur mij maar even een berichtje en dan zal ik hem voor je opzoeken. Maar ik denk dat het wel te vinden moet zijn. Maar dan gaat dat zeker gaat dat lukken. Nou, ik ga met mijn masking tape aan de slag. Zo, dit is de masking tape van Heavy Doodle. Zit in zo'n fijn houdertje. Waardoor die lekker af te scheuren is. Dit gebruik ik ook heel graag om heuvels uit van te scheuren. Als ik een heuveltje wil op de achtergrond.
Maar nu wil ik een rechte lijn, want ik vind het leuk om dat met die tekstjes te doen. Dus ik leg mijn tag even recht. Even kijken, ik lijn hem bij die, lijn ik hem uit zo. En dan wil ik hem ongeveer zo. Even kijken. Hij is nu wel erg smal, denk ik. Ja. Ja, kan wel. Zo. Oh, en dan hou ik hem zo, want dat vind ik prettig kleuren. Nou was ik eigenlijk wel in de groene modus, maar ik dacht nee. Ik ga het toch eigenwijs doen. Ik ga lekker met paars nog aan de slag. Want ik heb Film Nest Potion nog niet zo heel veel gebruikt. En het is echt wel een hele leuke kleur. En ik heb ook mijn... dat ging net goed. Mijn stempeltje ook al voorbereid. En die heb ik met paars gekleurd. Ik denk, dan matcht dat daar leuk bij. Ik heb mijn achtergrond heel simpel gewoon gekleurd met Distress Oxide. En ik had hem aan de onderkant wat donkerder gedaan als aan de bovenkant. En dat had ik op deze kaart hier gedaan. Maar omdat Marielle op zijn kant moet, zorg ik nu dat deze echte onderkant hier wat donkerder wordt. Dan lent ik dat voorzichtig uit. En het is niet heel erg groot verschil hoor. Ik ga er niet, het is maar een heel klein tekje. Hè? Dus je gaat er ook niet heel veel van zien. Zo. Ja, dan vind ik het altijd leuk om eventjes wat spetters te maken. Ik doe het vandaag lekker met mijn spreetje. Dan krijgen we wat kleine spetters op de achtergrond. Ik heb hier nog een doekje liggen. Geen idee waar ik die voor heb gebruikt. Zo. Dan hebben we wat lichte spetters. Maar dan vind ik het ook leuk als er nog weer wat donkere spetters zitten. En dan pak ik dus de Villainous Potion. Echt, wie die naam heeft bedacht? Vreselijk. Nou ja, dat weten we allemaal natuurlijk wie die naam heeft bedacht. Maar ik pak mijn houdertje er altijd uit en dan piek ik tegen dat achterkantje aan. En dat geeft mij wat vlekjes. En dat worden dus lekker donkere vlekjes. Dan maak ik eerst even mijn mat schoon. Zo. Dat gaan we even drogen. Ja, zo zitten er een paar techniekjes verstopt zo op deze kaart. En ik dacht van nou, vind ik wel leuk. Ik ben natuurlijk zelf erg van het gebruiken van techniekjes, vind ik altijd leuk. En als ik jullie dan weer wat van kan leren, vind ik dat ook weer leuk. Zo. Dat is voor nu, vinden we dat droog genoeg. Kijk, en dan haal ik het dus weg. Dan heb ik hier een super strakke lijn doordat ik dat masking tape daar heb gehad. En die bewaar ik gewoon, want ik wil nog meer maken met Villainous Potion. Dus dan hergebruik ik hem gewoon totdat hij niet meer plakt. Dan had ik van My Favorite Things de Itty Bitty Gifting stempelset. En die vond ik echt super schattig. En die heb ik dus hier aan die zijkant gestempeld. En dat gaan we nu ook weer doen. En dat heb ik gewoon uit de hand gestempeld, want het kan met een Misti of een andere stempelhulp. Die zijn daar in principe voor gemaakt natuurlijk. Maar ik stempel dit graag uit de hand. Even de vraag. Ik zie staan, maak je de mat gewoon met water schoon? Ja, ik maak mijn mat gewoon met water schoon. En dan eens in de zoveel tijd, dan ga ik er even overheen met een alcoholdoekje. Want dan plakt hij weer goed. Want op een gegeven moment, er zit toch wat vettigs met name in de oxide. En dan plakken dingen niet meer goed vast. En dan even met alcohol eroverheen en dan is je mat weer goed, helemaal goed schoon. Even kijken. Dus, ik heb hier A Gift For You en ik heb For You. Even kijken hoor, welke wil ik hier?
Zal ik for you doen of especially for you? Past dat één? Ja, die kan wel bij deze. Dan doen we bij deze especially for you. Nou, dan leg ik hem even hier op. Maar dat is alleen omdat ik hem op het licht wat beter zie. Ga van mijn vingers af. Nou, ga dan maar daar zitten. Zo. En dan gebruik ik de lijnen. Kunnen jullie die goed zien? Er zitten hier lijnen op mijn blokje. En die gebruik ik om te kijken dat mijn stempel dat die recht zit. En dan leg ik die lijn aan de onderkant van mijn tekstje. Dus ik heb niet de onderkant van de stempel genomen, maar de onderlijn van mijn tekstje. En dan zie ik dat die net bij de U ietsje schuin gaat. Nou, nou vind ik hem helemaal krom. Het scheelt echt maar een millimeter waarschijnlijk. Maar als ik dat dan zie, dan kan ik dat niet. Ik hou hem zo. Niet meer over nadenken. Dan ging ik deze stempelen. En die ga ik dan hier stempelen. En dan heb ik hem nu niet handig gedaan. Even kijken. Nee. We gaan hem even opnieuw doen. Want ik wil straks zo'n lijn wil ik gebruiken. Kijk, komt die zo wel uit? Ja. Ik kan nu de bovenlijn van mijn stempel gebruiken om hem hier recht uit te lijnen. Ik zag vandaag ook een reactie voorbij komen van, nou, ik kan niet recht stempelen. Maar met dit kun je dat echt heel makkelijk doen. Kijk, dus ik kan nu die lijn gebruiken en daar, die lijn ik uit met het rechte lijntje op mijn tag. En dan ga ik gewoon halverwege de tekst ga ik beginnen. Zo. En dan neem ik nu het horizontale of het verticale lijntje en dus de bovenkant van die stempel. Die verticale lijn leg ik naast mijn U neer. En dan de bovenkant van die lijn lijn ik weer uit met het lijntje van mijn tag. En dan komt hij dus op dezelfde lijn te zitten. En dat doe ik dus nog een keer. Dus deze gebruik ik weer voor mijn U. En ik leg de bovenkant van mijn stempel. Leg ik. Zo. En zo krijg je dus heel mooi rijtje met tekststempels. En dat kun je zo. Ja, ik doe het nu met die Itty Bitty stempeltjes, omdat ik die echt ontzettend leuk vind. En die zijn natuurlijk voor op zo'n tag, zijn die hartstikke leuk. Maar je kan diezelfde techniek ook op een kaart doen en dan met veel grotere stempels. Geeft gewoon een heel leuk effect. Zo. Stempeltje weer terug. Dus dit is de Itty Bitty Gifting. Maar er zijn ook Itty Bitty Birthday is er. En volgens mij ook Boo. En ik dacht ook een Christmas, maar dat weet ik niet zeker. Ik geloof trouwens, de Birthday die moet ik hebben. Even kijken. Even. Ja, hier. Kijk, dit is de Itty Bitty Birthday. Dus daar heb je diezelfde. Dus dat is weer leuk voor op verjaardagstags. Ook maar eventjes een tip. Goed. Nu ga ik even kijken of die goed droog is. Ja. Gaat goed komen. En dan ga ik mijn tekst erbij pakken. Nou, en mijn stempeltje. Even kijken. Ik had al paars gekleurd. Maar ik moest nog kijken welke ik er eigenlijk daadwerkelijk bij ging gebruiken. En of dat het sowieso wel ging passen. En anders heb ik als backup nog eentje. En dat is, die is dan wel rood. Maar ik dacht, die is dan wat kleiner. Dus ik heb nog keuze uit verschillende stempeltjes. Maar dat hangt er vanaf hoe we uitkomen met de tekst. Ik had ineens twee verschillende lettertypes en toen dacht ik, nou, dan ga ik wel kijken wat ik het leukste vind en wat het beste past. Dan hoop ik dat ze allemaal compleet zijn. Even kijken, maar de binnenkant van mijn R is al weg. Oh, daar is mijn R. De R.
Hier is een, oh, twee keer een i zelfs. Hier, want ik vind, oh, andersom. Deze denk ik wel heel erg klein voor op die tag. Even kijken. Dus ik kan het met die doen. Of met deze. En I, E, L, L, E. Ik denk dat ik deze leuker vind dan. Ik zie een reactie staan van ik wil die pinguïns ook, maar dan moet je heel snel zijn. Want er waren nog maar enkele setjes van. En ik heb ze niet klaargelegd, dus ik zit even te verzinnen. Hoe heet die? Volgens mij winterpenguin. Penguin Winter. Dat is deze van Wimsy Stamps is het. En dat kleintje, die is van deze, dus van de Christmas Cheer. Dus daar zit ook kleine pinguïntje en een heel schattig konijntje en het hertje. En dat hertje, die had ik dan weer gebruikt op deze, op die fijne kerstdagenkaart. Die fijne kerstdagen is trouwens ook van Carlijn Design en die zit ook met diezelfde techniek een beetje in de kaart. Wat we dus hier ook gaan doen. Maar ik dacht dat er nog twee van die pinguïn sets waren, dus... Mijn idee kan in principe met alle stempelsets wel gedaan worden. Dus ik dacht, ja, ik ga toch maar gewoon die pinguïns even gebruiken. Marielle, je ziet het wordt krap, hè? Ja. Nou, ik moet dit dichter bij elkaar, want anders past er zeker niks meer naast. 1. Maar het mag wel een beetje uitsteken. Oh, hij is wel cute zo, toch? Dit is leuker, hè, met deze. Als, dit is overigens het Retro Alphabet Trio Alphabet. En dat is deze. En dit is het kleinste. Dit is de grotere maat en dan heb je hem nog een keertje groter, maar die heb ik nog in mijn la staan. En dat is dus allemaal één set van Elisabeth Craft Designs, nummer 1741, Retro Alphabet Trio. Dan heb je hem dus nog een maatje groter weer, alle letters. En die zijn echt wel heel erg leuk. Ga ik het doen? Ga ik het diep doen? Ja. Oh, nou zie ik de vraag staan welk merk zijn de letters, maar dat heb ik dan dus net gezegd. En deze zijn van Carlijn Design, die heb ik aan het begin al laten zien. Dat was van de Blijf Kalm alfabet. Ja, ik heb dat alfabet trio, die heb ik echt al een hele tijd. Ik vind hem echt geweldig. Sorry, ik zit even gaan mijn thee op te drinken. Dat is al ijs geworden ondertussen. Dus, ik ga mijn letters maar opplakken. Nou. Zo. Ik zit echt te kijken, heb ik niet de W gebruikt, maar ik heb echt de M gebruikt.
Dat vind ik nog altijd wel een uitdaging, dat uitlijnen van die letters. Zeker met deze. Ik moet zeggen, met deze, die chocoladeletters, ging het wel vrij makkelijk. Maar met dit vind ik dat altijd toch wel een uitdaging. Met al die kromme letters en dan is het weer recht. En die M die is natuurlijk hartstikke scheef. Ik bedoel niet krom, maar scheef. En dan weer zo'n rechte letter ernaast. Dan denk ik altijd van, oh, als het maar goed gaat. En de afstanden altijd ook wel een dingetje om dat een beetje gelijk te krijgen. Oh, niet te hoog. I. Nou zijn dit kleine letters. Hoewel ze allemaal even groot zijn. Maar het zijn wel kleine letters E en I. Dus ik heb hier wel de puntjes ook voor. Maar die zijn mooi in mijn mapje vast blijven zitten. Want die heb ik vastgelegd. Oh. Ik zie trouwens de manier waarop we nu de pin in gaan plakken. Dat je dus die laatste tekst niet meer ziet. Maar goed, wij weten dat die er zit. Wij weten dat het mooi doorloopt, toch? Marielle. Nou, en dan als ik dus allemaal van die kleine dingetjes heb, dat doe ik ook altijd voor de een make and take of een workshop, dan plak ik ze altijd aan mijn tapeje vast. Want dan kan ik ze niet kwijtraken. Zo, nou, nu liggen ze allemaal met het bolletje naar boven. Dan kan ik puntjes boven mijn i. En boven de E doen. Even kijken. Zo. En dan heb ik mijn jewel picker. En dan kan ik ze dus perfect in één keer in mijn dotje lijm laten vallen. Wat zijn jullie stilletjes? Nou kijk, als ik hem nou net ietsjes opzij doe, dan blijf je die nog zien. Oh nee, nog niet je pinguïn plakken. Zou ik het bijna nog weer vergeten? Want wat heb ik namelijk steeds gedaan? Ik heb hem dus door mijn spelbinders heen gehaald. Zonder iets extra's erbij te doen. Let wel op dat je plaat waar die overheen gaat, dat er niet al te veel beschadigingen zitten. Ik denk dat ik hem. Wel, wacht even zo. Hier doe. En als ik hem dan zo door mijn spelbinder heen haal. Ik zal mijn spelbinder even hierin halen, want er ligt een kat in de weg. Ik kan hem niet neerleggen waar die altijd ligt. Oeh. Ja, dat krijg je als je lijm aan je pinguïn hebt zitten. Suffert. Ik heb er nu dus niks extra's bij gedaan. Maar toch ligt de tekst nu meer in. Kijk, en dat kunnen jullie wel zien ook, hè? Je ziet ook dat het echt een beetje in het papier gedrukt is. Ik moet zeggen, ik heb deze techniek nog niet met alle soorten papier geprobeerd. Dit is dus een combinatie van het, hoe heet dat? Het watercolorpaper van Florence, waar ik op gekleurd heb. En de letters zijn fluweelpapier. Maar even kijken.
Is die nu? Ja, hij is nog wel bruikbaar. Of niet? Wat is dit? Wauw, zat dat er net ook al? Er zit een vlekje op. Even kijken of dat weggaat. Dan gebruik ik graag even de inktgun. En dan pak ik altijd even een leeg stukje die ik eerst eventjes gum. Dat ik zeker weet dat ik geen rare plekken heb. En kijk even of dat gekke vlekje wegkrijg. Ja. Ik weet niet wat het was. Maar hij is weg. Zo. Niet te hard duwen op die gum. Want dan gaat je papier echt heel erg kapot. Nou, en de reden dat ik dus eerst die letters heb gedaan en daarna nu die pinguïn. Is dat als je die... als je dat wat overlappend hebt liggen, of als het eruit hangt, zoals het hier gaat doen, dan krijg je daar dus een hele lelijke naad krijg je erop. Dus mijn stempeltje, die wil ik gewoon dat die er bovenop zit. Ik heb hier wat anders aan te vegen. Oh, echt, hè? Oh, nou, als dat nog maar weer weggaat. En anders dan moet ik daar straks een nieuw pinguïnnetje overheen doen. Ik denk dat het daarop uit gaat komen. Je moet ook zorgen dat je handen schoon zijn als je met wit spul bezig bent. Hè? Het is wel iets minder, maar ik ga er een nieuw pinguïnnetje over voor kleuren en er overheen plakken. Dan kan niemand het meer zien. Maar kijk, als ik dus bij deze, als je die nu er doorheen doet, dan zie je dus die afdruk van die T, zie je dan ook weer terug in je stempel. En dat wil je dus niet. Dus vandaar dat je echt wel op moet letten dat het dan niet elkaar overlapt. En zo is die helemaal leuk, toch? En dan doen we er nog een touwtje aan. Ook weer paars, want die vond ik leuk. Ik doe hem hetzelfde als alle anderen. Toen heb ik hem er dus dubbel overheen gedaan. En dan hier een knoopje ingemaakt. Zo, en vervolgens afgeknipt. En dan heb ik dus zo een hele leuke tag om aan het cadeautje te plakken. En dan had ik nog, het oplettende kijker of degene die hem heeft, die heeft het waarschijnlijk wel gezien. Het verschil tussen deze en deze. Ik heb hier, heb ik zijn sjaal, heb ik van bolletjes voorzien. Want ik vind vaak, als ik dit dan zo inkleur, dan denk ik van, oh, het is allemaal zo saai doordat het allemaal zo effen is. En als het dan een beetje kan, dan maak ik dus graag op een muts of op een sjaaltje of iets, maak ik wat extra detail. Daarom had ik nog een extra pinguïnnetje afgedrukt. En dan kijk ik eigenlijk altijd, gebruik ik of 0,1 of de 0,3. En dan zet ik even zo een streepje hier zo boven. Dit is de 0,3. En dit is de 0,1. En dan kijk ik van, nou ja, welke dikte past er het beste bij? Nou, dit is mijn heel klein stempeltje, dus hier gebruik ik 0,1. En dan teken ik daar gewoon zelf nog even wat extra dingetjes bij. En hier wil ik een hele, nog een rondje. Hier kan ook wel een hele. En deze doe ik gewoon zo. En als ik hem dan ga inkleuren, dan ga ik daar dus gewoon omheen en dan geeft dat een heel ander effect als wanneer ik hem helemaal even gedaan zou hebben. Dat brengt soms net weer wat meer detail, dat maakt het net weer wat leuker, vind ik dan. En dan kleur ik daar gewoon met mijn Copic omheen. Ik gebruik nu voor de mensen die dat interessant vinden V9. En dan nu V17. En mijn laatste kleur wordt V15.
Het is bijna geen kleuren wat je hier doet, want het is allemaal zo mini. Zo. En omdat ik dus in mijn sjaaltje schaduw heb gebracht, in alle stukken om de cirkels heen, wil ik ook met C1 net nog een beetje schaduw maken in mijn cirkeltjes. En dat valt bijna niet op, dus het is misschien een beetje muggenzift, hè, maar ik vind dat leuk. Even kijken, ik zie staan, heb je de punten van de Copic markers vervangen door de harde punten? Nee, ik heb gewoon de normale punten erop zitten. Ik vind die heel fijn. Ik heb een aantal, die heb ik toen een keer gekregen, heb ik van die originele Distress, Distress, Copic stiften. Zoals deze. Mijn Yellow Red 04 en die heeft dus die bullet nip, maar ik vind dat helemaal niks. Ik heb veel liever dat puntje, want dat vind ik veel fijner om dan in elkaar te blenden. Dus ik kleur altijd eigenlijk gewoon met deze en dan is het dus, nou ja, ik begin eigenlijk altijd gewoon met donker. En dan ga ik naar lichter en dan overlap ik steeds dat deel. Waardoor het mooi in elkaar blendt. Een van de weinige momenten dat je mij live ziet kleuren. Ik dacht, nou, zo'n klein stempeltje, dat kan ik wel eens eventjes zo laten zien. Zo. Dat boogje. Doe ik dat ook paars? Oh ja, het... En dan ook paars. Heel dun randje. Met iets donkerder. En een dun randje iets lichter. En nog net een keertje met de allerlichtste kleur. Ga ik gewoon over het geheel heen. En dan blendt het mooi in elkaar. Zo, kijk, en ook hier trouwens, hier heb ik dus ook zo, hier heb ik dan een streepjesjaal gemaakt. Nu heb ik gekozen voor een bolletjesjaal, hier heb ik ook een streepjesjaal. En zo kun je dat helemaal aanpassen, dat vind ik altijd wel leuk. Nou ja, en hier had ik dus ook zo'n bolletjesjaal gemaakt. Dus dat was eigenlijk... wat ik voor vanavond wilde laten zien. Dus een leuk idee om je stempeltjes aan te passen. Nou ja, wat verschillende technieken om te gebruiken voor tags. Maar die zijn uiteraard ook gewoon te gebruiken voor op gewone kaarten. Nou, ik wilde wat technieken laten zien. Of wat technieken, een techniek laten zien met de Maika. Een kaartmodelletje. En dus... iets met beweging. Dus zo heb ik allemaal verschillende dingen die jullie eigenlijk gevraagd hebben. Die heb ik geprobeerd om bij elkaar een beetje in een live te gooien. Ik hoop dat jullie dat leuk vonden. Ik weet niet of er nog vragen over zijn. Ik zie de vraag, komen de pinguïns nog weer terug op voorraad? Als ze weer te bestellen zijn, dan zullen ze zeker wel weer besteld worden. Maar we zijn altijd afhankelijk van of Wimsy ze zelf ook op voorraad heeft. Zodat wij ze dan kunnen bestellen. Nou, ik weet niet of er nog vragen komen. Ik zal alles weer linken. Het filmpje komt ook weer op YouTube te staan. Ik zie dat ik wel erg hoog in mijn scherm zit. En dan kunnen jullie, als je via YouTube terugkijkt, kun je aan de onderkant kun je linkjes volgen. En via de live moeten jullie aan de bovenkant, als het goed is, of aan de rechterkant, de linken zien die ik heb gepost. Nou, mocht er nog vragen zijn, stel ze gerust, dan kan dat altijd.
Oh, of er nog, of welke toolpicker gebruik je? Ja, ik gebruik heel graag deze, de Dual Picker. En hier zitten dus twee dopjes, twee kanten aan. Je hebt hier de rode, ik zal hem eventjes op dat wit houden, zo. Je hebt een rode kant, dat is een fijn puntje. En de groene kant, die is dan een heel stuk dikker. En daar kun je dus van alles mee oppakken. En als ze nou niet meer plakken, dan kun je ze schoonmaken met een beetje water, laten drogen aan de lucht en dan plakt het weer. Dus dat is de Dual Picker. En als het goed is, even kijken hoor. Moet die nog op voorraad zijn? Ik dacht dat ik hem nog had zien hangen vandaag. Dual Picker. Kijk, oh, ik krijg van alles met Dual, maar niet de Dual Picker uiteraard. Nou goed, ik zal straks even kijken en dan zal ik ook die erbij linken. Hij staat vast weer op een andere manier. Ik ga hem vinden. Als hij er is, dan ga ik hem vinden. Ja, zeker te koop bij Doering. Daar komt hij vandaan hoor. Dus eigenlijk alles wat ik gebruik komt altijd uit de winkel. Dus. Nou, ik zie verder geen vragen meer. Dus dan hoop ik nou, dat jullie het leuk vonden. Ik vond het weer leuk om te doen. En dan zie ik jullie een volgende keer weer. Misschien dat jullie morgenochtend nog weer meekijken. Dan om 7 uur, of om 7 uur, goed, zo erg vroeg. Om 9 uur zijn we weer live vanuit de winkel. En oh, de labels, hele goeie. Labels zijn ook erg leuk. Ik heb niet laten zien welke labels ik heb gebruikt. Die heb ik hier liggen. En dit is van Marianne Design. En ik ben vergeten hoe ze heten. Even kijken hoor. De long tags zijn het. En dit zijn er dus drie. En het leuke hiervan is, ja, ik heb ze nu zelf niet gebruikt. Maar dat je dus deze dingetjes kun je ook uitstansen. En die kun je er dan overheen doen ter versteviging. Je kan ook die cirkeltjes doen. Maar je kan ook een combinatie van doen. En dan heeft iedere tag, zeg maar, heeft zijn eigen maat daarin. Dus dan, als ik het zo even naast elkaar leg. Zo, die hoort daarbij, die hoort daarbij. En datzelfde geldt dan ook weer voor die cirkeltjes. Maar wat ook weer leuk is, om deze bijvoorbeeld bovenop deze te doen, geeft ook weer een leuk effect. En het zijn gewoon, ja, het is weer eens wat anders. Een beetje lekker langwerpig. Leuke maat tags zijn het. Dus die zijn van Marianne Design, de CR1510. Yep. Zo. Nou, en mochten jullie het nog niet gezien hebben trouwens. Er is alweer een actie. Normaal doen we in het weekend doen we altijd actie. Maar we hebben sowieso hebben we nog de Black Friday actie lopen. Kijk alsjeblieft in de webshop ook bij het kopje Black Friday. En Studio Light is in de aanbieding deze week. Of dit weekend. En daar, die staat al aan. Dus mocht je fan zijn van Studio Light, ga vooral even kijken. Want ik zag echt hele leuke kortingen staan. Dus ga daar ook vooral eventjes kijken. En dan, nou ja, eventueel verdere acties horen jullie uiteraard morgenochtend. En dan zie ik jullie de volgende keer. Leuk dat jullie weer meekeken. Doei!